Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Asscher namens de PvdA. Voorzitter, dit kabinet zou er zijn voor de gewone Nederlanders. Dit kabinet zou wat gaan doen aan het cynisme over de politiek. Wat hebben ze gezien? Een kabinet dat een jaar lang volhoudt dat de dividendbelasting moet worden afgeschaft. Een kabinet dat in een soort boevenwagen topmensen naar de pinautomaat van het torentje laat rijden. Een kabinet dat geleid wordt door een minister-president die hier in deze Tweede Kamer, niet brallend op een VVD-bijeenkomst, maar hier in deze Tweede Kamer, hele grote woorden heeft gebruikt. De dividendbelasting moet worden afgeschaft, want anders gaat de Brexit ervoor zorgen dat bedrijven verdwijnen. Dat argument duurde tot er een sms'je kwam van Paul Polman. Die dividendbelasting moet worden afgeschaft, anders worden bedrijven makkelijk overgenomen. Het argument duurde tot het sms'je van Paul Polman. De dividendbelasting moet worden afgeschaft, anders nemen wij een onaanvaardbaar risico met de structuur van de Nederlandse economie. Het werd mij voor de voeten geworpen en verschillende hier. Argument dat God tot er een sms'je kwam van Paul Polman. Jullie nemen onverantwoorde risico's met miljoenen Nederlandse banen, werd gezegd in de Tweede Kamer, tot er een sms'je kwam van Paul Polman. Voorzitter, we zien een premier die in volle vaart met zijn kabinet op een betonnen muur afrijdt. Die auto daarin parkeert, uitstapt en zegt, ja, krasjes verzamelen hoort bij mijn baan. Dat is absurd. Wie hecht er waarde aan de woorden van deze premier als hij de volgende keer zegt, het is nodig, het is landsbelang. Als je weet dat dat landsbelang duurt tot het sms'je van Paul Polman. De vraag aan deze premier is 1. Hoe vindt hij zelf dat hij dit heeft aangepakt? En 2, hoe gaat hij het vertrouwen herstellen? Wat voor excuses gaat hij aanbieden aan de Tweede Kamer en aan de mensen daarachter voor het misbruiken van grote woorden die normaal gesproken grote indruk maken? Als de premier zegt, dit moet, landsbelang, het is niet populair, maar het is goed voor u, dan moet dat langer geldig zijn dan tot het volgende sms'je van Paul Polman. Voorzitter, hoe gaan we nu verder? De Partij van de Arbeid is blij dat die dividendbelasting niet wordt afgeschaft. Maar we willen een open debat over wat nu het beste is dat we kunnen doen. 1,9 miljard euro. Die buitenlandse aandeelhouders, die hoeven zich niet te beklagen. De bedrijven hoeven zich even min te beklagen. De vraag is, wat is nu het beste voor ons vestigingsklimaat? En dan zou ik echt een klemmend pleidooi willen doen, breder te kijken dan in deze microwereld van het VVD-programma. Ik was gisteren in Sliedrecht bij basisschool De Wilgen. En daarna Rotterdam bij de BAVO-kring. Ik was uitgenodigd door een lerares die ik had ontmoet op de staking van leraren. De Erasmusbrug in Rotterdam, Christel. En zij liet me zien hoe zij hun werk daar doen. Met hoeveel liefde, hoeveel passie. En hoe ze aan het eind van de dag toch het gevoel heeft soms tekort te schieten. Omdat ze met te weinig leraren zijn. Omdat de druk te hoog is. En zij zei, dit gaat over onze toekomst. De toekomst van die kinderen en onze gezamenlijke toekomst. Voorzitter, dat is niet alleen in Rotterdam en in Sliedrecht. Dat is in Zaanstad, waar kinderen naar huis gestuurd worden. En er dreigt een tekort van 11.000 leraren. Mijn pleidooi zou zijn, luister naar die mensen uit het bedrijfsleven die zeggen, steek het toch in onderwijs. Voor ons vestigingsklimaat veel belangrijker. Luister naar de topvrouw van Aegon, die dat pleidooi van de week hield. Luister naar al diegenen die zeggen, een land heeft meer nodig dan een vestigingsklimaat. Een land is zoveel meer dan dat. Een echt risico voor de structuur van onze economie is als onze kinderen niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Voorzitter, kijk dan echt naar het vestigingsklimaat, onderwijs, veiligheid, zorg. Besteed het geld daar. Dan zijn het vestigingsklimaatfactoren waar we allemaal wat aan hebben. 1,9 miljard. Dit is het moment. Besteed het goed in Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Ja, de heer Wilders heeft nog een vraag. De heer Wilders. Ja, voorzitter, met veel wat collega Asscher heeft gezegd over de analyse en het falen van de premier ben ik het van harte eens. Maar ik vraag me toch af, u kiest, de heer Asscher kiest, om dat geld te besteden in bijvoorbeeld onderwijs. Nou kan je het kabinet veel verwijten, dat doe ik ook.
maar volgens mij niet dat ze geen geld geven aan onderwijs. Wat ze wel doen, is dat ze de burger, ja, eigenlijk met een kruimel, als ze geluk hebben, afschepen. Ook die PvdA-kiezer die, ja, ook de crisis heeft betaald. Die ook die lastenverzwaringen en die ombuigingen voor zijn kiezen heeft gekregen. Waarom kiest de Partij van de Arbeid er niet voor, met de PVV bijvoorbeeld, om dat geld bijvoorbeeld te gebruiken om de btw-verhoging niet door te laten gaan? Dat is toch ook een maatregel waar mensen veel meer aan hebben dan waar het kabinet nu voor kiest. De heer Asscher. Nou, voorzitter, ik vind dat een hele terechte vraag. Ik denk dat het ook allebei kan. In de tegenbegroting die de Partij van de Arbeid heeft gemaakt met GroenLinks en de SP, komt er extra geld voor de publieke sector, voor het onderwijs, maar ook voor de zorg. We halveren het eigen risico. Maar zeggen we ook, die btw-verhoging hoeft niet door te gaan. Als je niet dat enorme cadeau aan de grote bedrijven geeft, dan kun je de btw-verhoging schrappen. Dat is beter voor mensen met een laag inkomen, beter voor ouderen, maar ook beter voor het midden- en kleinbedrijf. De kapper, die maakt zich daar zorgen over. Wil je die kleine bedrijven echt helpen, dan moet je die maatregel schrappen. De heer Wilders. Ja, maar toch, voorzitter, het blijft dat al die mensen die de crisis hebben betaald, die de afgelopen 15 jaar van die 15% economische groei, wat is het, 1 of 2 procentjes hebben gekregen. Die bedrijven die hun winsten hebben zien verdubbeld sinds de eeuwwisseling. Waarom kiezen ze er dan niet voor om op wat voor manier dan ook die 2 miljard te geven aan het inkomen van die burger? Die denkt van, nou, ben ik nou een keer aan de beurt? Ik heb die huurverhoging krijg ik weer voor me kiezen. De premie voor de ziektekostenverzekering stijgt weer. Ga maar door. Waarom kiest de Partij van de Arbeid er nu niet voor om dat geld op wat voor manier dan ook te besteden aan de koopkracht voor de mensen die het nu het moeilijkste hebben? Nou, voorzitter, het is een prachtige uitnodiging om toch nog iets meer te vertellen over die tegenbegroting. Wij stellen voor die winstbelasting te verhogen van 25% naar 27%. Wat maakt dat mogelijk? Onder andere halveren van het eigen risico. Direct de portemonnee van heel veel Nederlanders. Wat maakt het mogelijk? Investeren in de publieke sector. Wat maakt het mogelijk? Het schrappen van de btw-verhoging. Maar wat maakt het ook mogelijk? De bezuiniging op de huurtoeslag die dit kabinet wil doorvoeren. Bizarre maatregel, om de premier te citeren. Die wordt geschrapt. Sterker nog, er is extra geld om betaalbare woningen te bouwen. Want mensen moeten zeker kunnen zijn van een fijne woning. Met andere woorden, wij zullen het echt niet over alles eens zijn. Dat zou ook te verwarrend zijn voor de kijkers. Maar op dit punt kunnen we elkaar vinden. De gewone Nederlander moet erop vooruit gaan. En die ziet nu dat het torentje veranderd is in een pinautomaat voor de grote bedrijven. De heer Wilders. Ja, en toch, mevrouw de voorzitter, nogmaals, niet om bewust verschillen groter te maken. Maar die Nederlander die nu naar televisie kijkt of het debat luistert op internet op een andere manier, die snapt niet waarom de Partij van de Arbeid, die dat toch voor de mensen in het land zou moeten zijn, nu kiest om die 2 miljard, los van alle eerdere voorstellen die u heeft gedaan, en dat geloof ik best, nu niet teruggeeft aan die burger. Je zou toch zeggen, iedere 2 miljard is meegenomen voor de gewone man en vrouw. En uw kabinet, ook het deel van Rutte 2 waar u verantwoordelijk was, als minister van Sociale Zaken, heeft er ook voor gezorgd dat die koopkracht van die Nederlander erop achteruit ging. Dat die er in ieder geval ook minder op vooruit ging dan gepland. Dat er lastenverzwaringen, ombuigingen kwamen. Dus is het niet juist de Partij van de Arbeid die nu, ondanks alles wat in uw tegenbegroting staat, zou moeten zeggen, die 2 miljard van de dividendbelasting gaat nu, wat we ook hebben voorgesteld, naar koopkracht voor de gewone man. Dat moet u doen. En ik snap, ja, u moet niks doen, maar ik snap niet dat u dat niet doet. Nou, voorzitter, ik denk dat juist omdat we moeilijke jaren gehad hebben en er nu geld is, het buitengewoon frustrerend is en eigenlijk ook niet te rechtvaardigen dat het kabinet ervoor kiest om die enorme zak geld, 4 miljard gaan in verlagen van de winstbelasting, 3 miljard van die 4 miljard gaat naar de grote bedrijven, om dat zo uit te geven. De gewone Nederlander die nu televisie kijkt, die wil dat zijn kinderen goede school hebben, niet naar huis worden gestuurd omdat er geen leraar is, die wil niet dat hoge eigen risico, die wil niet geconfronteerd worden met een bezuiniging op de huurtoeslag, die wil geen hogere btw betalen en die wil meer geld in de portemonnee. Dat is precies wat wij voorstellen. Dat kan ook. We hebben het laten doorrekenen. Het Centraal Planbureau heeft ernaar gekeken. Je kunt een hele andere keuze maken dan dit kabinet doet. En ik roep ze op, sta daarvoor open. Ga dat gesprek aan. Ga niet weer beginnen over uitgestoken handen als je intussen in de achterkamer die pinautomaat blijft vullen. Dank u wel, meneer Asscher. Dan ga ik naar die...